Proef Amersfoort wordt dit jaar voor de 17e keer georganiseerd. Het initiatief was eigenlijk tweeledig. Het ene deel is de promotie van de horeca in Amersfoort. En het tweede deel was eigenlijk bedoeld om de horecaondernemers in Amersfoort wat beter met elkaar te laten samenwerken en elkaar wat beter te leren kennen. Zodat er een wat ander klimaat ontstaat in de horeca in Amersfoort. En dat is volgens mij prima gelukt. En hoe gaat dat precies? We kunnen mensen gewoon naar ieder steentje gewoon gaan en wat dingen proeven? Het werkt zo. Je koopt bij de kassa een pas. En op die pas daar kun je een tegoed zetten. Dat noemen we keitjes. En daarmee kun je betalen. We hebben 22 deelnemers. Dat betekent dat we 22 tenten hebben. En iedere tent is een eigen restaurant. En daar bestel je wat te eten, wat te drinken. En dat reken je af met die kaart. En zo kun je eigenlijk het hele terrein over. En het leuke is eigenlijk dat je dan dus op één avond eigenlijk heel gemakkelijk 10, 12 restaurants kunt leren kennen. Die je misschien eigenlijk nog nooit in de stad zeg maar, zelf bezocht hebt. De bedoeling is dat de restaurants producten serveren, of in ieder geval de sfeer van de producten serveren, die je ook in hun eigen zaak kunt bestellen. Ja, dus een gloeiende Gerrit zal een ander product laten zien hier dan bijvoorbeeld een mandenmaker. Dat is een ander restaurant, dus die zullen hier ook andere producten laten zien. Die wel aansluiten bij wat je in hun restaurant kunt verwachten. We hebben twee nieuwe deelnemers dit jaar. Dat is de pastinaak. Die zit hier ook op de Hof en die zit hier al een aantal jaren en die doen voor dit jaar voor het eerst mee. En het restaurant Het Diner op de Kromme Straat doet voor het eerst mee dit jaar. Dus dat is wel leuk, weer wat nieuwe deelnemers. Waarom zijn hun schoenen zo groen? Per jaar heeft Proef Amersfoort een andere kleur. Het vervelende is dat ze die kleur altijd in code doorgeven. Dus ik wist niet beter dat het RAL 246 was. Dan ben ik naar de winkel, verfwinkel gaan, een spuitbus gehaald. Mag ik 246? Heb ik tot mijn schoenen gespoten. Toen dacht ik, wat is dit voor een vreselijke kleur? Maar het blijkt te kloppen. Dus vandaar. Mag ik 2 keer 3 oesters alsjeblieft? Wat ik belangrijk vind is dat we lekker kunnen eten. We kunnen genieten van de restaurants die in de omgeving van Amersfoort zijn. En we komen gewoon alle bekenden tegen. En het is voor iedereen toegankelijk. Wij hadden het een hartstikke leuk evenement, dat in de eerste plaats. En een aantal mensen van Lietels, veel eigenlijk, zijn geboren en getogen Amersfoorten. En werken in Amersfoort. En vinden het leuk om een keer wat voor de stad te doen. Amersfoort, hoofdstad van de smaak dit jaar. Wij besteden daar ook aandacht aan. En dat doen we natuurlijk ook door aandacht te besteden aan de smaakmakers van Amersfoort. Want de hoofdstad van de smaak wordt je niet zomaar. Ik ga een toast uitbrengen. U kunt uw boterhammetje erin stoppen. Ik zeg, de toast is klaar. Ja, de toast is klaar. Mogen wij een toast uitbrengen? Op Proef Amersfoort 2012. Nou, ik ga daar even een rondje maken, een paar dingen te proeven en dan zal ik mijn oordeel vellen. Zeer hectisch, ontzettend leuk. De eerste reacties zijn ontzettend goed. Nou, de eerste gasten die zitten te eten ondertussen. Het openingswoord is gegeven en de kop is eraf. De eerste gasten die hebben een eerste hapje genuttigd en die reacties zijn heel erg positief. En we hopen dat uiteraard de komende dagen voor te zetten. Zeebaars. En smaakt het? Top. En smaakt het? Heerlijk.
Hij is vaak hier. De hamburger. We hebben een duifje gegeten en een biertje gedronken. Heeft gesmaakt? Uitstekend gesmaakt. Hier bij, hoe heet deze winkel? Het Bergmafioen. Deze hebben hier witte Sauvignon Blanc. Iedereen gaat wel één avond, maar de meeste twee of drie avonden. Dus je komt ze allemaal tegen. En, een feest van herkenning en een lekker eten. En, ja, zo Amersfoort, zo mei, weet je wel. Dan in mei heb je zin in nieuwe dingen. En, lekker eten, goed gesprek, drankje erbij, helemaal goed. Jongens, wat zijn jullie aan het eten? Gyros. En is het lekker? Ja. Wat is nou de kracht van Proef Amersfoort? Ja, ik denk dat je toch op zo'n manier van alle restaurants waar mensen toch al een keertje willen proeven, dat je op één zo'n evenement toch eigenlijk bij iedereen een klein kijkje in de keuken kan nemen om te kijken of het restaurant iets voor je is. Dus zou het ieder jaar terug moeten komen? Ja, dat denk ik wel. Maar volgens mij ligt het ook wel in de planning. Smaakt het? Het smaakt voortreffelijk. Wat bent u aan het eten precies? Dit is een varkenskoontje. Ja, geweldig. Het is een fantastische sfeer. Mensen, ik zie alleen maar vrolijke gezichten, mensen die genieten. Het zonnetje is doorgebroken. Ja, wat wil je nog meer? Dit is een hamburger van Ruud Jansen, komt uit de Green Egg. Dat is echt heel erg lekker. En proef Amersfoort naar de zin? Proef Amersfoort is geweldig. Het is een van de mooie dingen die Amersfoort heeft te bieden. Ik vind het geweldig. Het is gewoon heerlijk om in Amersfoort te zijn. Amersfoort is een stad om verkeer mee te hebben, om van te houden.